Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenconferentie van start. President Santokki roept CARICOM op tot solidariteit in strijd tegen COVID-19. Prudent beleid stelt regering in staat achterstand in AKB in te lopen. Camerasysteem tegen houtsmokkel wordt geactiveerd. Openbare werken brengt vuil ophaaltijden terug naar 8-5. En parlement buigt zich over regelgeving inzake seksuele intimidatie. In San Pedro, Belize, is op dinsdag 1 maart de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenconferentie van start gegaan. Aan deze grootse bijeenkomst participeert ook een Surinaamse regeringsdelegatie onder leiding van Chandrika Prasad Santokki. Het staatshoofd is op maandag 28 februari in Belize gearriveerd. De meeting staat onder het voorzitterschap van de premier van Belize, John Antonio Briceño. Tijdens de openingssessie kwamen ook CARICOM-secretaris-generaal Carla Barnett en aftredend CARICOM-voorzitter Gaston Brown aan het woord. De regeringsleiders buigen zich over een aantal zaken die van groot belang zijn voor de Caribische gemeenschap. Het gaat onder meer om de impact van de COVID-19-pandemie op de regio en aanbevelingen om het herstel van de regionale economieën te bespoedigen. Ook wordt gesproken over het bevorderen van de regionale markt, voedselzekerheid, klimaatsverandering en de veiligheidssituatie in de regio. Op donderdag 3 maart neemt president Santokki deel aan de eendaagse top met de leiders van het Central American Integration System, waar de regeringsleiders hun gedachten wederom over verschillende onderwerpen zullen laten gaan. De pandemie is nog niet voorbij en er kan op elk moment een nieuwe variant ontstaan. Zo sprak president Chandrika Prasad Santokki op dinsdag 1 maart tijdens de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering in Belize. Het staatshoofd riep de Caribische gemeenschap op tot solidariteit in de strijd tegen de pandemie. President Santokki ging tijdens zijn toespraak nader in op de impact van de COVID-19 situatie in de regio. President Chandrika Prasad Santokki sprak zijn bezorgdheid uit over het feit dat de coronapandemie nog niet voorbij is en dat er op elk moment een nieuwe variant kan ontstaan. Het Surinaamse staatshoofd riep tijdens de CARICOM staatshoofdensessie de Caribische gemeenschap op zich te concentreren op solidariteit, gelijkheid, regionale en internationale samenwerking. Dit om onze economieën weer op te bouwen, investeringsmogelijkheden te creëren en belemmeringen voor een betere economische samenwerking weg te nemen. Alles wat tijdens en na de COVID-19-crisis is ontstaan, moet zijn gericht op het opbouwen van meer gelijke, inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen. De president merkte op dat over de hele wereld vrouwen door banenverlies als gevolg van de pandemie harder getroffen zijn dan mannen, waardoor ze het grootste deel van de extra zorgtaken op zich hebben genomen tijdens lockdowns. De Caribische regeringen zullen meer moeten doen om de klap die de COVID-19-pandemie aan de gelijkheid van mannen en vrouwen heeft toegebracht, ongedaan te maken en proberen voordelen voor hen uit deze crisis te halen. De COVID-19-pandemie heeft in de afgelopen 2 jaar een ernstige impact gehad op de Caribische gemeenschap en het leven van haar mensen. De pandemie heeft in de ontwikkelingsuitdagingen waarmee de lidstaten nu worden geconfronteerd, verergerd. Zij worden niet alleen geconfronteerd met een volksgezondheidscrisis, maar hebben ook te maken met een economische crisis. Volgens president Santokki is er een verhoogde frequentie en intensiteit van natuurrampen en zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Om de verspreiding van COVID-19 te stoppen en de meest kwetsbaren te beschermen, moet er volgens president Santokki iets gedaan worden aan de lage vaccinatiegraad in de regio. Hierbij werd stilgestaan bij de situatie in Suriname, waarvan momenteel 50% van de in aanmerking komende bevolking volledig is gevaccineerd. Het land heeft een voorzichtige, stapsgewijze benadering toegepast om de epidemie te beheersen
en de volksgezondheidsinterventies te verlichten, gebaseerd op de epidemische parameters en het beschikbare wetenschappelijke bewijs. De afbouw van de maatregelen wordt continu gemonitord en geëvalueerd. De regering van Suriname onderstreept het belang van het toepassen van hygiënemaatregelen. Het uitbetalen van achterstanden in de algemene kinderbijslag neemt wat tijd. Door prudent beleid is de regering in staat de resterende middelen vrij te maken. Het voorgaande gaf minister Uraikit Ramsarand van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te kennen tijdens de parlementsvergadering van donderdag 24 februari. Hij ging ook in op de situatie rond de basiszorgverzekering. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, natuurlijk, wij als regering, ik als deel van de regering, voel mij geroepen als er wordt aangegeven dat er geen antwoord wordt gegeven op dat van basiszorg en dat van AKB. Geachte lid Losje had wat eerder op de dag, ik heb dat wel, de regering volgt het wel virtueel, voor als we niet op agenda staan voor de dag. Maar ik wil wel dit aangeven, voorzitter. Wij zijn momenteel al begonnen, want de afspraak met de samenleving, omdat zij geduldig hebben gewacht op dat van AKB, met nadruk dat het achterstanden zijn die niet door deze regering zijn gemaakt, dat het natuurlijk al is begonnen sinds december al, dat we zijn begonnen met het uitbetalen van de achterstanden. Natuurlijk, om iets te starten is makkelijk. Iedereen kan een bord plaatsen en zeggen ik betaal vandaag. Maar om het daadwerkelijk te doen, te herstellen en te corrigeren, dat neemt tijd. En prudent beleid heeft ervoor gezorgd dat wij, collega Financiën en ik, intussen de zaken hebben bekeken. De regering heeft besloten om de resterende middelen, ik zal niet verder opgaan wat dat betreft, maar de resterende middelen die nog betaald moeten worden aan de achterstanden, dan uit te betalen binnen 2022. En dat we vooruitkijken met frisse adem, frisse moed naar de rest van de betalingen die moeten volgen voor de andere basiszorg. Basiszorg is hetzelfde situatie wat we hebben aangetroffen. En we blijven, net als ik zou net in Sraantongen zeggen, Likva Alla Dewi Lerwansani, precies zo op het ministerie. Elke dag brengen we verbetering in het geheel om ervoor te zorgen dat het loopt en dat het opereert en dat het werkelijk functioneert. En ieder moet natuurlijk een deel doen of het ligt aan het gedeelte van wetbasiszorg, als het ligt aan het gedeelte van besluiten nemen. En aan de andere kant van uitvoeren moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat het volk niet benadeeld wordt en dat ze geholpen moeten worden door dik en dun. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer beschikt niet over exacte cijfers van houtsmokkel. Wel wordt er alles aan gedaan deze activiteiten tegen te gaan. In dit kader wordt binnenkort het camerasysteem geactiveerd. Zo informeerde minister Dinota Forsweek van Grondbeleid en Bosbeheer het parlement op donderdag 24 februari. Voorzitter, we kunnen niet met exacte cijfer aangeven hoeveel hout er gesmokkeld wordt. Het kan dat dit gebeurt, maar wij proberen om dit zoveel als mogelijk tegen te gaan. En dit doen wij door 1. Elke chauffeur die houtvervoer een vervoerpasje bezit. 2. Ze zijn verplicht bij elke controlepost te stoppen. En nummer 3. Heel binnenkort gaan wij onze camerasysteem activeren. Er zijn momenteel al camera's geïnstalleerd, maar die werken nog niet. Hierdoor kunnen wij dan de wagens volgen. Er is hier aangekoppeld een commandocenter waar ze eigenlijk alles vanuit een afstand kunnen volgen. Voordat een container zal vertrekken uit een concessie, is de concessionaris verplicht om te bellen naar zo'n center om aan te geven dat ze gaan vertrekken. En ten aanzien van houtexport komt GBB, met name SBB, alleen te pas bij de keuring om te bepalen wat de kwaliteit is en welke houtsoort het is. Mijn collega van Financiën en EZ zijn belast met de verdere afhandeling daarvan.
Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken heeft besloten de vuilophaaltijden ingaande dinsdag 1 maart terug te brengen naar overdag. De vuilophaalwagens zullen niet meer in de middag- of avonduren langskomen, maar tussen 8 uur 's morgens en 5 uur 's middags. De ophaaldagen blijven ongewijzigd. Dit besluit is onder meer bedoeld voor betere controle en veiligheid op de wegen, als ook op de vuilstortplaats de Ornamibo. Verder is het ministerie bezig bezuinigingen door te voeren op het gebied van vuilophaal. Het besluit heeft betrekking op de vuilophaal in de districten Saramaka, Paramaribo, Wanica, Para en Kommewijnen. Aan de samenleving wordt gevraagd huisvuil voor 8 uur in de ochtend in gesloten vuilniszakken langs de weg te plaatsen. Het argument dat vuilniswagens tussen 8 uur en 5 uur storend zijn op de weg is volgens het ministerie niet helemaal juist. De meeste mensen zijn gedurende de aangegeven tijden aan het werk en is er minder verkeer op de wegen. Binnenkort worden er ook vernieuwingen geïntroduceerd met betrekking tot het scheiden van vuil. De Nationale Assemblée heeft zich op donderdag 24 februari gebogen over de ontwerpwetten betreffende het tegengaan van seksuele intimidatie en gelijke behandeling, beide in zaken arbeid. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken benadrukt dat de bedoeling van deze twee wetten betreft regelgeving voor bedrijven. Ik wil ook aangeven, voorzitter, dat de bedoeling van deze twee wetten is regelgeving voor bedrijven. Dat is het terrein waar AWJ zich kan bevinden. Publieke sector, daar gaan we komen duidelijk op terug, voorzitter. Maar met betrekking op de toepassing op de publieke sector is met name het toepassing van sancties op een minister of op een president of op een vicepresident door ambtenaren niet geregeld bij arbeidsinspectie of bij het ministerie van AWJ. Maar we komen nog duidelijk hierop terug, voorzitter. Het lid Murtabaat stelt een vraag of kijken ook molest is, voorzitter. Ook het lid Binda, Afjankoi en Bouva maakten opmerkingen hierover. Voorzitter, uw college kan ik mededelen dat het kijken op zich geen molest is en dat dit ook niet in de wet is genoemd. Dat staat ook nergens in de wet. Wel kan het seksuele intimidatie inhouden als iemand naar een ander persoon heel opvallend kijkt, blijft staren of loeren. Dat zijn intimiderende situaties waarop de wet doelt. We beseffen dat deze vormen van molest moeilijk zullen zijn te onderzoeken, doch het loeren en gluren en hinderlijk opvallend met de ogen volgen is onderdeel van alle beschrijvingen van seksuele intimidatie. Ondernemingsraadpleging. Met betrekking tot ondernemingsraadpleging is het lid Etnel van oordeel dat de betreffende wet eerst moet zijn behandeld voordat het in concept wordt genoemd. Het ministerie van AWI is daar akkoord mee en zal voorstellen deze wijzigingen te corrigeren en aan te passen. Echter op zodanige wijze dat het doel van inspraak van werknemers toch wordt bereikt. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.